Deze beschouwing, die is lekker rustig. En hij is ook een beetje actueel, want het is vandaag 10 september 2019. Het is een dinsdag. En morgen is het 11 september. En is het 18 jaar geleden dat die aanslagen... Plaatsvonden in New York, op die Twin Towers. Ik weet nog precies hoe die dag was. Het was een dinsdag. En ik haalde mijn dochter van het kinderdagverblijf. Dat was 2001. En mijn dochter is geboren in 1999. In december. Dus die was één toen. Dat jaar zou ze twee worden. En om ja, rond een uurtje of vijf was ik op dat kinderdagverblijf. En ik was bezig om mijn dochter de schoentjes aan te trekken en om mee te nemen. Er kwam er een andere man binnen. Een vader ook dus, die roze ook zijn kind ophalen. En die zei tegen mij van, heb je het al gehoord? En het was de dag die mijn leven voor altijd zou veranderen. Maar niet op die dag zelf. Op die dag zelf dacht ik dat het uh, wereldnieuws was. Er is weer eens wat gebeurd. Dat kan er ook nog wel bij: zoiets. Dus, hè? Het duurde jaren bij mij. En toen kwam ik erachter dat... dat het geen wereldnieuws was. Het was een toneelvoorstelling. En dat was niet zozeer wereldnieuws. Want niet alleen die aanslagen van 11 september. Waren een toneelvoorstelling. Maar nog veel meer dingen. Uit de geschiedenis. Er ging als het ware een beerput open. En dat begon bij mij in 2005 ongeveer. En het heeft een hele tijd geduurd voordat ik erachter kwam wie die toneelvoorstellingen plant en uitvoert. Dat is meneer de Paus, om het maar even vrolijk te zeggen. Ik was vandaag bij Wim, Wim Kruidertaan. Even aan het buurten. En dan kletsen wij lekker over van alles en nog wat als mannen op leeftijd. En dan begon ik over de katholieke kerk. En dan zei Wim: Oh ja, de katholieke kerk. Ach, dat is toch helemaal voorbij. En de kerken zijn helemaal leeg. En waar heb je het nou over? Waarop ik tegen Wim zei, en dat moest hij beamen. Ik zei: de katholieke kerk, dat is geen geloofsorganisatie. Dat is een politieke organisatie. Ik zei: Donald Trump, die loopt aan de leiband van de paus. Het gaat om de politiek. Maar Wim er zo tegenin van. Uh, ja, maar Donald Trump niet alleen, maar Poetin ook hoor. Ik oh, denk ik: ja. Dat zeg ik net. Willem-Alexander ook. Die gaat ook ieder jaar naar de paus. Of, of zoiets. Door Maxima, onze koningin, dat is een goede bekende van de huidige paus. Allebei uit Argentinië namelijk. Ja, het is bijzonder. Ook het argumenten wat ik, en toen ik er dus achter kwam dat die aanslagen een dat het theater was, en ik ging dat tegen andere mensen vertellen, dan hoorde ik van andere mensen stevast het argument van: nou, wat je zegt, dat kan niet waar zijn, want dan zou het gaan om een samenswering waar uh, duizenden mensen bij betrokken zijn. En dat was uitgelekt, altijd. Dat kan niet. Je, je kan niet zoiets geheim houden. Nou, het antwoord is dat kan wel. Dat kan heel erg goed, by the way. Maar dan moet je weten hoe de wereld in elkaar zit. Nou, wij, uh, wij beseffen, wij, wij zien het leven als je wordt geboren en dan ga je naar school en dan doe je je best en de ene is slimmer dan de ander en dan ga je werken. En dan, nou, in de meeste gevallen, sticht je een gezin, en, en dan gaan de kinderen de deur uit. En, en, en als je dan ga je met pensioen en dan ga je nog leuke reizen maken. Bijvoorbeeld naar Egypte. Um, en, ja, en dan komt je oude dag en dan ga je dood. En iedereen is bezig om van zijn leven iets moois te maken. En een koningshuis. Ja, dat hoort erbij. Als je in een monarchie woont. En in Amerika hebben ze geen koningshuis. En daar hebben ze dan een president. Want dat is ongeveer hetzelfde. Maar zo zit het niet in elkaar. Zoals wij. De landbouw hebben met veeteelt en plantenteelt. Het houden van planten en het houden van dieren. Zo bestaat er ook uh, het houden van mensen. Zoals een veeboer zijn varkens laat groeien, want dat levert geld op. Zo is er dus ook een mensenboer. En die laten mensen dan lekker knorren. Want dat levert geld op. En die mensenmassa moet je in bedwang houden. En daar zijn die theaters voor nodig. Die theatrale voorstellingen. Dus zoiets als 9-11, of 11 september, 9-11 is dan de internationale kreet. Dat soort dingen hebben ze nodig. Daar werken ze mee. Al sinds jaar en dag. Dat wordt gepland. De oorlog in Vietnam... Die is gepland. Inclusief het hele circus wat erbij hoorde. En dan krijg je in Amerika allemaal protesten tegen de oorlog. En zelfs daarvan moet je uitgaan dat dat ook nog gepland is. Zo'n zo oorlog in Vietnam: dat was. Uh, dat, dat is een onderdeel van die. Dat noemen ze dan de, de wereldorde of de wereldregering. De uh, one world government. Uh, die hebben dat gedaan. Uh, een belangrijk uh, gebeurtenis in de Amerikaanse media. Uh, waardoor de Amerikanen dan allemaal zeiden: Oh, dat kan niet langer. Nee, dan gaan we naar Vietnam met z'n allen. Dan gaan we. Dat was een incident in de golf van Tonkin. Maar dat incident heeft alleen maar plaatsgevonden op papier. Helemaal niet in het echt. Het stond alleen maar in de krant. De participatie van Amerika in de Eerste Wereldoorlog. Dat is in gang gezet nadat er een incident had plaatsgevonden met een passagiersschip. En dat, heette, dat, dat schip heette de Lusitania. En toen werden de Amerikanen dan heel erg boos, zullen we maar zeggen. Dat in, de, in, de media, in de Amerikaanse media is dat helemaal opgeblazen. En toen was er een aanleiding dat Amerika mee zou gaan doen bij de Eerste Wereldoorlog. De participatie van Amerika bij de Tweede Wereldoorlog, die is op gang gekomen na het incident in Pearl Harbor. Pearl Harbor was, uh, was theater. Daar wordt over nagedacht. Deze mensen van de wereldorde, die hebben een studie gemaakt van ons, zoals een veeboer... Studie maakt van uh, hoe je koeien moet houden. En hoe je koeien moet beïnvloeden. En al die dingen. En zo hebben ze ons bestudeerd. En ze weten hoe ze ons kunnen bespelen. Het gaat zover dat, dat ze nadenken over kleuren en geuren. en uh, getallen en noem het maar. Dus zo'n datum, 11 september, zo'n datum wordt over nagedacht. 9-11, ja, wat is het alarmnummer? Ja, wat hier in Nederland 112 is, ja, het alarmnummer in Amerika dat was 911. Dat is geen toeval. Gaat er weg. Daar denken ze over na. En wat mij is opgevallen is dat christelijke mensen die vinden deze waarheid veel makkelijker te accepteren dan niet-christelijke mensen. Of je zou kunnen zeggen, gelovige mensen vinden het makkelijker te accepteren dan ongelovige mensen. En bij de christenen. Ze noemen ze het zoals bijvoorbeeld Jehovah's Getuigen of zo. Hè? Als je tegen die mensen zegt. Dan, uh, dat je het hier hebt over Babylon. dan gaan ze knikken. Dan zeggen ze ja, dat is Babylon. Kijk, voor een christen is dat. Ja, het staat in de Bijbel. Uh, Babylon is. de straf. Van God voor onze uh, uh, zondige maatschappij. Er zijn niet zoveel mensen die leven naar wat dan heet voor de christenen: hè? het woord van God. Dat dus is een handjevol. En de rest loopt. Uh, ja, de wetten van Mozes met voeten te treden. En dat betekent dat Babylon ruim baan heeft. Dat weten christenen. Dus die, zitten, die kijken er niet raar van op. Maar ja, natuurlijk. Ik weet nog, ik was in, in 2005, werd het voor mij duidelijk. Dat hier iets aan de hand was. Ik wist toen nog niet dat het Babylon was. Maar ik wist wel dat het officiële verhaal niet klopte. En in die dagen was ik nog getrouwd. En ik had een nieuwe schoonzus gekregen. En zij, haar vader is een predikant. Voor een of andere protestantse kerk. En zij is christen. daadwerkelijk beleidend christen. Zij was de enige... in de familie... dus in de, mijn eigen familie... en in mijn schoonfamilie... de enige... die naar mij luisterde. Toen ik dingen benoemde, van er klopt iets niet aan dat officiële verhaal. Zij was de enige. En ik weet nog dat we een keer aan tafel zouden gaan en ik was nog in de woonkamer, het was bij ons thuis. En iedereen liep al naar de keuken en zij treuzelde een beetje, met opzet, bleek. En toen was iedereen dus al op weg naar de keuken en toen zei ze met een zachte stem tegen mij, van... Wat jij zei over die aanslagen hè, van 11 september. Ik zeg ja, wat is ermee? Nou, zegt ze. Ik heb gelezen op internet dat in Duitsland er een jongen was en die begon daarover in de klas van zijn school, hè, middelbare schoolgaande jongen. Ik zeg, oh, ja, zei ze. En die jongen, die is. Van school gestuurd. Ik zeg, oh. Ja, zei ze. En dan word ik toch een beetje bang. Kijk, zij legde, zij legde die connectie. Zij snapte hè, dat als je als kind van school wordt gestuurd, omdat je de, het officiële verhaal van de aanslagen van 11 september in twijfel trekt, en dat levert dus een rel op. Zij snapte dat dat ook een teken was dat het officiële verhaal niet kon kloppen. Want als het de waarheid zou zijn, dan had die schooldirectie kunnen zeggen tegen die jongen van... Nou, niet zo raar doen hoor, want de, de, het officiële verhaal klopt wel. Nee, maar die school kwam er ook niet uit. En toen kon die school niks anders doen dan de jongen maar van school sturen. Dat had zij in de gaten. En tegen haar kon ik zeggen... Nou, maak je nou maar geen zorgen. Ja? Uh, 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 was ik weer... Nou, ik heb iets gezegd met Jezus. Want ik ben een bijbelgelovende christen. Jezus redt. Ja? Houd je ogen gericht op Jezus. En zij keek me aan en zei... Ja, heb je ook gelijk ook. En toen zijn we samen naar de keuken gelopen en toen zijn we lekker gaan eten en hebben we het er verder niet meer over gehad. En later kon ik verwoorden dat het hier gaat om Babylon. En Babylon is een. Is een uh, het was ooit een stad, daarom heet het dan Babylon, want dat was de naam van die stad. Maar het gaat niet zozeer om die stad, want die bestaat niet meer. Het gaat om een gedachtengoed. En dat gedachtegoed dat staat in de Bijbel. Het gaat om de het georganiseerde heidendom. Als je het hebt over als je het hebt over Babylon, er is maar één boek wat vertelt hoe dat in elkaar zit. Hoe die wereldorde club, hoe die werkt. Het is een vrouw die zit op een beest. Dat is het beeld wat erbij hoort. Dat is het boek Openbaring, hoofdstuk 17, als ik het goed zeg. Het dus heet. Uh, the, the Mystery Babylon heet het ook. In, in de King James heet het Mystery Babylon. En in de statenvertaling staat. Uh, het, uh, het verborgen Babylon. Babylon was toen. Toen dit opgeschreven werd, was het. In, in openbaarheid, iedereen wist waar het lag. Hè? En Johannes heeft geprofiteerd dat Babylon zich zou gaan verbergen. En dan zouden pleuris uitbreken en ah, dat is inmiddels heeft dat plaatsgevonden. Dat is inmiddels gebeurd. Het heeft plaatsgevonden. Niemand weet meer dat het hier gaat om Babylon behalve bijbelgelovende christenen die het lef hebben om het onder ogen te zien. Ja ja. En 11 september is een breekpunt geweest voor veel mensen. Niet voor iedereen. Door Wim, waar ik vandaag was. Die, uh, Wim Kruidertuin. <laughs> ja, die gelooft nog steeds dat het Osama Bin Laden is geweest. Maar dat was hij echt niet. Geloof me. Het was Osama Bin Laden niet. Want dat kan niet. Het was een zorgvuldig voorbereide theatervoorstelling. Inclusief alles. Wat ze ook mee hebben ingepland, is dat, uh, dat de Joden de schuld krijgen. Ja, ik ga je misschien heel raar kijken, maar dat was ook ingepland. Al vrij snel na die aanslagen van 11 september uh, circuleerden er documentaire films, waarin, uh, noem het maar en passant, dus in het voorbijgaan, wordt er gehind op de Joden. Gaat maar nakijken. Uh... Uh, Bibi Netanyahu, Benjamin Netanyahu, die was toen premier, is hij trouwens nog steeds, hè, van Israël. En die heeft die uitspraak gedaan dat die aanslagen van 11 september uh, positief waren. En geloof me nou maar dat iemand als Benjamin Netanyahu uh, niet zomaar wat zegt, dat is theater. Dat is geschript. Daar heeft iemand over nagedacht. En dan valt dan iedereen overheen. Ja, maar Bibi Netanjahu heeft gezegd dat die aanslagen een goed ding waren. A good thing. Een goed iets, moet je zeggen. Dat was een goed iets voor Israël. En dat hoorde er ook bij. Zodat de, dat de mensen die dan het officiële verhaal, als ze daar doorheen geprikt hebben... dat er dan vervolgens een hele grote verdeeldheid komt... omdat een grote groep gaat beweren dat het de Joden zijn geweest. Maar het waren de Joden niet, het was Babylon... Oftewel, de Rooms-Katholieke Kerk. Dan kan je zeggen, ja, de Rooms-Katholieke Kerk, die bestaat niet meer. Nou, die bestaat nog wel. Die is springlevend, man. De, Rome, de, de grootste grootgrondbezitter... Dus de grootste grondbezitter... Die heeft het gedaan... Die heeft het theater georganiseerd. Het is al begonnen in de jaren 70, dat ze toen zeiden dat die twee torens, die twin towers, dat die bestand zouden zijn, die waren zo stevig, die waren bestand tegen de inslag van het toen grootst bekende verkeersvliegtuig. Dat is onzin natuurlijk om dat te beweren, om daarnaar te streven. Omdat een gebouw van 440 meter hoog, dat kan je alleen maar zo hoog bouwen als je dat optrekt van staal. Zo'n gebouw weegt ongelooflijk hoeveelheid kilo's, dat kan niet anders. En zo'n gebouw, dat mag dus niet bij een storm omver waaien. Dus dat moet een heel eind in de grond worden gefundeerd. Dus dat ding was 440 meter hoog. Ja, en dan de grond in. Ook een metertje of veertig. In de grond. Hè? Al dat staal bij elkaar, man. Zo. En even voor je beeldvorming. Als je dat denkt in een model... Van een gebouw van een meter hoog, dan zouden die twintuigen per stuk dan een meter hoog boven de grond en dan 20 bij 20 centimeter breed zouden ze zijn en dan zouden ze per stuk 100 kilo gewogen hebben. En in zo'n model gedacht zou het vliegtuig wat erin vliegt 2,5 gram gewogen hebben, of iets 20 gram of zo. Uh, ongeveer het gewicht van een brief. Ja. Dus je, je hebt een, een constructie en die weegt 100 kilo. Daar vlieg je wat tegenaan op een of andere manier... en het weegt 20 gram, 25 gram, wat is het? Ja. En ja, natuurlijk blijft dat ding van 100 kilo blijven staan. Dus waarom zou je je op de borst slaan... Dat je iets gemaakt hebt van 100 kilo, wat bestand is tegen de inslag van iets wat 25 gram weegt. Los van het feit dat die gebouwen maar 440 meter hoog waren. En vliegtuigen, die vliegen op 10 kilometer hoogte. Dus wat is de kans dat een vliegtuig, een verkeersvliegtuig, tegen zo'n toren aanvliegt? Ja, 0,0 natuurlijk. Je zit op 10 kilometer hoogte te vliegen. En die gebouwen zijn 400 meter hoog. En als een vliegtuig, een verkeersvliegtuig uh, wat op 10 kilometer hoogte dient te vliegen, uh, plotseling op 440 meter, nee onder de 440 meter komt. Ja, dan is er sprake van een ernstige motorstoring. En dan kan het vervolgens overal te pletter komen, te barsten, boemer. Ja? Dus waarom dan die twin zo stevig maken? <laughs> Dat kan overal tegenaan kletsen. Niet per se tegen die gebouwen die 440 meter hoog zijn, die lopen geen extra risico. In het geval dat een verkeersvliegtuig een dermate ernstige motorstoring krijgt, dat het de pletter uh, knalt in New York. De kans dat het dan tegen een twin tower aankomt, die is uh, 0,0001 procent of zo. Nee, De enige kans dat die twin towers geraakt worden door een vliegtuig, is dat je het er met opzet tegenaan knalt. Maar dan heeft het een grote kans om geraakt te worden. Snap je? En in de jaren zeventig stond al in de krant dat die torens bestand zouden zijn tegen de inslag van een vliegtuig. Zo stevig waren ze. Ja. Nou, punt 1, uh, het is niet meer dan wiedes dat ze daar tegen bestand zijn. Want ze zijn 440 meter hoog en bestand tegen stormen. Want nou, er kan behoorlijk stormen in New York. Dus natuurlijk zijn die dingen bestand tegen de inslag van een vliegtuig, Wat denk jij nou. Ja, je gaat er ook niet zeggen. We hebben een Mercedes, wat een auto komt er op de markt. En nou, als je daar met een pingpongbal tegenaan gaat. Nou, dan gaat die niet van de weg af. Nee, natuurlijk niet. Ik heb zo een opname gezien van een zaaltje met mensen. En dan lieten ze een stuk uh, staal in de rond te gaan en een stuk aluminium. Even groot dan hè? En dan voelde men zo de stuk staal uh, in de ene hand en een stuk aluminium in de andere hand. En dan snapte iedereen onmiddellijk dat aluminium staal niet veel kwaad aan kan doen. Want aluminium is heel erg licht. En zacht. Aluminium kan je snijden met een. Een scherp mes, wist je dat? Ja, ja, met een scherp mes kan jij aluminium krassen. Ja, doe dat maar eens met staal, dat lukt je niet. Aluminium is een relatief zacht metaal: flexibel en dat soort dingen. Ja, en dat is voor een vliegtuig ideaal. Dat het een beetje buigzaam is. En dat het licht is. Dus een vliegtuig heeft weinig uh, impact. Nee, dat is al lang in de gaten. En het is voor ons dan nu, na al die jaren dan, om te beseffen uh, wat ze aan het doen zijn en wie het zijn. En ik vind het dan belangrijk dat je dat doet vanuit je bijbelse grond. Want anders raak je alleen maar vervuld van angst. Word je ontzettend bang. En terecht hoor, dat is een factor om te vrezen. Maar in de Bijbel staat dat je. Uh, niet bang moet zijn voor mensen die jouw lichaam kunnen vernietigen, maar dat je degene moet vrezen die zowel je lichaam als je ziel of zoiets uh, kan doden. Ja, want als je lichaam vernietigd wordt, zo, zo dikkeert de Bijbel, ja, dan is je, je aardse leven is voorbij en dat is helemaal geen ramp. Als jij fatsoenlijk geleefd hebt. Dus dat valt niet te vrezen. Snap je? En dat dicteert de Bijbel. En als je dat aanneemt, als je dat in je hart kan sluiten, dan is er niet zoveel aan de hand. En dan kan je dus, zoals die christelijke schoonzus van mij, het onder ogen zien dat Babylon uh, ja, er is. Maar dat, dat kan ook niet anders. Want Babylon is onze straf. Als wij ons niet houden aan de wetten van Mozes. Punt. Aan de wetten van Mozes, dat zijn er maar tien. Dus wat is het probleem? Er zijn wel tien hele goede wetten. Als je kijkt naar de Nederlandse wet, ja. Dat, ze zeggen dan heel vrolijk. Uh, Iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen. Ja, behalve dat als je een keer voor de rechter komt, dat je een advocaat nodig hebt. Die dan uh, jou gaat verdedigen. Want zelf krijg je er niet voor elkaar. Omdat er zo ontzettend veel uh, wetboeken zijn. Artikel dit, sub zoveel en zo. Er zijn zoveel wetsdingen dat je er niet meer uitkomt. Ah, de wetten van Mozes dat zijn er maar tien. Die kan, je uit, die kan je in principe uit je hoofd leren. Dat is niet zo moeilijk. En dan moet je je vervolgens aan houden. En doe je dat niet? Ja. Oké, Babylon. En houden wij ons aan de wetten van Mozes? Nee, hoe kom je daarbij? Een van de wetten van Mozes is: uh, niet neuken met de buurvrouw. Nee, dat heeft Mozes niet gezegd. He, maar he? Nou, dan moet je dat niet doen. Geen seks buiten het huwelijk. Respect hebben voor je ouders. Hebben wij dat? Nee, kom je erbij. Niet, er, zijn, er zijn wel mensen die hun ouders eren, maar dat is niet algemeen. Ja, maf. En heel veel ouders gedragen zich dusdanig dat ik niet zou weten hoe die kinderen, ja, waar die kinderen het respect vandaan moeten halen. Hoe, hoe moet je nou uh, respect hebben voor je vader die seks heeft gehad met uh, zijn secretaresse? En een mama helemaal uit de plaat. Hoe moet je nou respect hebben voor zo'n vader? Als kind. Huh? En andere dingen. Zoals uh, verdovende middelen gebruiken. Uh, porno. Uh, stomme tv-programma's kijken. Uh, dingen begeren die helemaal niet van jou zijn. En uh, noem het maar op. En kijk je naar de Nederlandse maatschappij. Dan denk je: oh mijn god. Ja, en dan krijg je Babylon. Dan heeft Babylon vrij spel. Punt. Dus dit is onze straf. En de goeden zullen lijden onder de kwaden. En wat ik dan wel zie als, sorry, als positief. Is dat die aanslagen van 11 september zo blatant theater zijn dat, dat je er niet omheen kan? En dat je daarmee dan ook. Ja, als je dan even verder kijkt, dan kijk je naar de geschiedenis, denk je, oh, 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 en dan zie je het hele plaatje. De moord op John F. Kennedy. Precies hetzelfde verhaal. Dat was theater. Ja, niet zozeer dat John F. Kennedy uh, niet doodgeschoten is, want hij is doodgeschoten. Dat is echt wel duidelijk. Maar dat hij doodgeschoten zou zijn door Lee Harvey Oswald. Een dolgedraaide. Uh, Einzelgänger. Uh, zoals uh, Pim Fortuyn, die, die zou dan doodgeschoten zijn door Volkert van der G. Klopt ook niet. Het verhaal dat rammelt aan alle kanten. Uh, zo werd Volkert van der G. Uh, Volkert van der Graaf heet hij trouwens. Maar die werd verdedigd door twee hele dure advocaten. Uh, waar kwamen die twee kerels vandaan? Over die moord op Pim Fortuyn is een boek geschreven door Ine Veen. En dat boek heet Moord namens de Kroon. Huh. Een theater was dat. Je kan je misschien wel voorstellen dat ze die figuur, het Pim Fortuyn, hè, dat ze die aan de ene kant heel erg gesteund hebben, om hem vervolgens aan plein publiek te laten vermoorden. Zover denken ze ook nog, hoor, in het bespelen van de volksgeest. Ja, zoals je nu dus een, een Geert Wilders hebt en een Thierry Baudet, waar men dan de hoop op vestigt als de oppositie. Maar dat is helemaal geen oppositie. Dat is schijnoppositie. Dat is een oppositie en die wordt beheerst. Het Engelse woord is controlled opposition. Zoals dus Lenin ooit heeft gezegd, die baas daar in, in Rusland, zo'n communist: De beste manier om met de oppositie om te gaan is om er leiding aan te geven. De beste manier om de oppositie in bedwang te houden is om hem te leiden. Je moet de baas zijn van de oppositie en dan laat je de oppositie komen... precies tot het niveau dat je denkt... ja, dit is mooi genoeg. En dan... Uh... Want Thierry Baudet en Geert Wilders... die zijn dan anti-Europa... maar er gebeurt niks. Helemaal niks. Maar we hadden al lang. Europa is vrij simpel... Als je wat wil met Europa, zou je moeten zeggen: wij betalen er niet meer voor. Want waarom zouden wij betalen voor een stelletje bedweters, die ons de hele tijd lopen te vertellen dat we nu dit moeten gaan doen, dat moeten gaan doen? Waarom zou je mensen betalen, zodat ze vervolgens ons gaan lopen dicteren? Ze krijgen gewoon geen rode rotzand meer. Ze gaan we collecteren bij al die landen die al, die al die poen hebben gekregen. Litouwen heeft, ik weet niet hoeveel miljard ontvangen van de Europese Unie. Nou, dan gaat Litouwen maar een keer betalen. Voor het wanhopige gedoe in Brussel. En wij betalen niet meer. Dat is het antwoord. En een nexit, dat is alleen maar een woord. Ik zeg jou, ja, als wij niet meer betalen, dan is het probleem opgelost. Dan hoeven we. Wij betalen niet meer aan de EU. En we willen ook geen subsidie meer van de EU. We stoppen de geldstroom. Punt. Daar dan, dan is iedereen het toch mee eens? Nou dan, gelijk uitvoeren. Dus ja, hou je maar een referendum. Uh, 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 ja. Want iedere Nederlander mag zeggen hoeveel er betaald moet worden aan de EU. En als er dan uh, een groep is en die willen graag betalen aan de EU, dan hoeven ze alleen maar aan te kruisen en dan wordt, er, wordt het automatisch van een bankrekening afgeschreven. Nou, even kijken wat de EU dan krijgt. Ja, helemaal niks natuurlijk niet. Want wie wil er nou betalen aan de EU? Waarom? Voor het heil van Europa? Uit medelijden met de Litouwers? Of de Bulgaren? Uit medelijden met de Europese ambtenaren? Een Europese ambtenaar kost 345.000 euro per jaar. Tenminste, dat kostte het in 2017. Nou, je mag ervan uitgaan, in 2018 was dat weer een beetje meer. En tegenwoordig, we zitten in 2019. Nu is het weer een paar procent meer geworden. Dus misschien kost momenteel een Europese ambtenaar 400.000 euro per jaar. Ja, wie wil dat betalen? Ja, ik niet. Ik heb het geld ook niet, maar. Uh, ik vind het weggegooid geld. Dat vindt iedereen. Maar gebeurt er wat op dat terrein? Nee, natuurlijk niet. Geert Wilders die, uh, die roept maar wat en dan krijg je weer een, nou weer in de kranten van uh, er komt een proces tegen Geert Wilders. Ja, dat bedoel ik nou. Dat kost alleen maar geld. En Geert Wilders doet geen ruk. En Thierry Baudet ook niet. Holle woorden zijn het. En wie zit er achter de EU? Tja. Hey, bij de EU is afgesproken dat we dat allemaal wel leuk zouden vinden. voor zover het ging om een handelsverdrag. Maar dat het geen politieke organisatie zou worden. Het zou niet een vertegenwoordiger worden van een Europese toestand. en dat wij dan een provincie worden van Europa. Hey, wij zouden soeverein blijven. Dus de EU zou geen president krijgen. Nee, maar die kregen we wel. Herman van Rompuy heet die man. En van welke organisatie is meneer van Rompuy? Ja, van de katholieke kerk. Haha. ha 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 ha. En de katholieke kerk, dat is, dat is Babylon. Ja, dat hele gedoe met de, de drie eenheid. Ja, dat is een, zo'n hele discussie van oh, de drie eenheid en hoe zit het dan? En zo is zo. Het, 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 het. Nou, het is bijbels gesproken helemaal geen issue. Ja, God heeft drie aspecten: maar het gaat alleen maar om God. In de beginnen schiep God. hemel en aarde. Ja, dat is dus één. Snap je? En dat ene, dat heeft drie aspecten. Namelijk God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest. Maar het gaat maar om één God. Nou, ja, en wat doet Babylon sinds oudsher? Babylon heeft het over. Uh, Tammoes is dan de zoon, en Nimrod is de vader, en Semeritas is de moeder. Dat is de drie eenheid van Babylon. En wat heb je in de katholieke kerk? He? Heb je God de vader, Maria de moeder, en Jezus de zoon. Ja. Ze hebben dus de Bijbel gepakt en daar her en der een beetje in lopen modificeren. En ook uh, regelrecht hele stukken. nou, uh, daar kan ik ook een heel verhaal apart over houden. Dat is Babylon. De katholieke kerk is Babylon. Maarten Luther, die wist dat al. Maarten Luther. 1517. Ja, wake up en smel de koffie. Maarten Luther wist het al. En voor hem wist uh, Hus, wist dat dan? Jan Hus. En voor Jan Hus wist. Uh, uh, ja, dan, dan weet ik het even niet meer, maar dat, dan was het ook al bekend. Nou, wat is er met ons Protestantisme gebeurd? Eh, dat is weg. Maar het is niet meer. Wij zijn meegelopen met Babylon. Wij maken ons druk over dingen als uh, homorechten. Oh, je moet wel aardig doen tegen homo's, want dat zijn ook mensen. Ja. Hoezo moet je aardig doen tegen iemand omdat het een mens is? is dat is van onzin. Maar wij zijn van onze. Ja, wij zijn van het pad af. We doen maar wat. We kijken tv en we hebben seks. En kijken op internet naar onze volgende vakantiebestemming. Als je dat inziet, jongen, als je ziet hoe Babylon ons voor de gek houdt met theatervoorstellingen. En dat dat niet alleen af en toe is en daarna mogen wij weer lekker uh, voor onszelf uh, leuke dingen gaan doen. Nee, wij worden elke dag gebombardeerd met theater. Elke dag. Neem zoiets als feminisme en eh, vrouwenrechten. Is dat is wel van onzin. Hoezo vrouwenrechten? Waarom heb je wel vrouwenrechten en geen mannenrechten? Huh? Ja. En dan heb je hier in Arnhem bijvoorbeeld, daar hebben ze een voetgangersoversteekplaats hebben ze de wit-zwarte strepen van de zebrapad uh, verwijderd en vervangen door een regenboog uh, toestand. en dan uh, die, uh, die lampen, die verkeerslichten. Er staat nu niet één poppetje wat stilstaat, CQ aan het lopen is. Nee, twee poppetjes. En aan de ene kant twee mannetjes die stilstaan, of twee mannetjes die gaan lopen. En aan de andere kant, natuurlijk, voor het evenwicht, twee vrouwtjes die stilstaan, of twee vrouwtjes die gaan lopen. Dat is een LGBTQ-oversteekplaats geworden, omdat we aardig willen doen tegen homo's. Dat is Babylon. En dingen met uh, mensen die dan geboren zijn in het verkeerde lichaam. Dus die zijn dan als mannetje geboren, maar eigenlijk is het een vrouw. Ja, ja. Onze secretaris-generaal van Justitie. tot en met 2013 of zo. Hè? Nou, we... hij, is jaren, hij is nu niet meer secretaris-generaal van Justitie... maar dat was hij dus ooit wel. Hij heet Joris Demming. Die heeft toegegeven, achter gesloten deuren... dat hij graag seks had met jonge homo's. En we weten dat hij er ook voor betaalde... als dat zo uitkwam. En hij heeft toegegeven dat hij niet altijd vroeg hoe oud ze waren. Dat betekent dat hij toegeeft dat hij mogelijk de wet heeft overtreden. Want je mag namelijk geen seks hebben met mensen tegen betaling als die mensen jonger zijn dan 18. Dat is verboden volgens de Nederlandse wet. Nou, en als je minister bent, of uh, nee, niet minister, maar secretaris-generaal bent van justitie, uh, lijkt me dat toch een ernstig probleem. Maar dat is het niet. Niemand doet er moeilijk over. Joris Demming heeft nog bij pensioendingen uh, nog een leuk feestje gehaald, en iedereen is langsgekomen en een borreltje gedronken, en nog een toespraak gehouden met wat een fijne vent het wel niet was, en... En nu zit hij fijn met uh, 5, 6, 7, 8, 9.000 euro netto uh, op de Bahama's met een pina colada. Of waar hij ook maar zit. Ja, en dus is Babylon ons, onze gezel. Omdat wij niet langer. Het woord van God respecteren. Dat is bizar, man. En dit gaat niet voorbij. Dit zal blijven. Dit zal alleen maar erger worden. Het is nu al zo dat onze kinderen die. Ja, die worden niet meer opgevoed door ouders, door de ouders... maar die worden opgevoed door de staat. Het onderwijs is verplicht hier in Nederland. Dus onderwijs is geen recht van een kind. Het is niet zo dat een kind recht heeft op onderwijs. Nee, een kind moet verplicht naar het onderwijs. En daar krijgt het heden ten dagen... Niet meer geleerd hoeveel 3 keer 7 is. Nee, dat hoor je goed. Dus toen mijn dochter van dat lagere schoolgebeuren afkwam. kon zij geen staartdeling doen. Dat heb ik aan moeten leren. Ja. Dus je kind moet verplicht naar een instantie toe. waar het dan zogenaamd uh, leert uh, rekenen. Maar dat is niet zo. Je kind komt daar uh, zonder rekenkunde van af. Maar moet er wel el moest daar dan wel elke dag naartoe. Dus in de... mijn kind heeft vanaf groep 0 tot en met groep 8 op het primair onderwijs gezeten. En in die 8 jaar tijd uh, hadden ze geen mogelijkheid gezien om mijn kind te leren hoeveel uh, 113 gedeeld door uh, 17 is. Hij ah, kon mijn kind niet uitrekenen. Ik kon dat vroeger wel. Toen ik van de lagere school afkwam, kon ik 113 gedeelte 17 uitrekenen. Op 2, 3, 4 decimalen, zeg het maar. Zonder rekenmachine. Hè? En ik heb mijn dochter in één avond. heb ik haar uitgelegd hoe ze dat moest doen. Dat was wel even drillen, maar in één avond tijd heb ik dat. Uh, toen was het twaalf of zo. Ja, dat is Babylon. En ja, we krijgen dus een hele generatie die eraan komt: van kinderen waarvan het merendeel niet weet wat een gezin inhoudt, met een papa en een mama, omdat ze opgevoed zijn door alleen maar mama. En papa die zit ergens uh, in. Ja, die is niet meer in beeld. Niet meer in beeld. Ja, dat voorspelt niet veel goeds. En ze kunnen niet rekenen. Dus ja. Hoe moet dat aflopen? Jij mag het, uh, ja, daar mag jij ook over gaan nadenken. Arthur Schopenhauer heeft in het begin van de negentiende eeuw gezegd tegen ons, tegen zijn lezende publiek: het allerergste komt nog. Ik vraag me af wat Arthur Schopenhauer van de hedendaagse maatschappij uh, gevonden zou hebben. Misschien dat hij zal zeggen van nou ik zei toen het allerergste komt nog maar uh, nou uh, dat het zo erg zou worden dat wist ik ook niet en ik kan je vertellen nou als je naar de huidige samenleving kijkt het wordt nog veel erger want ze zijn al bezig om onze kinderen van ons af te pakken als die kinderen twee zijn vanaf het tweede jaar verplicht naar school naar de... wat ze dat maar noemen. En onze kinderen gaan verplicht gevaccineerd worden. We worden al helemaal gemasseerd naar zo'n samenleving toe. Dat wordt niet leuk joh. En het is niet meer dan terecht. Voor zo'n zondige samenleving. Dat... Helaas. Ja. Als wij de wetten van Mozes niet willen respecteren. Ja, wat, wat zijn wij dan waard? Nou, jij respecteert de wetten van Mozes wel, toch? Of niet? Nou, dan ben jij wat waard. En ik ook. Niet in de ogen van onze overheid. Maar dat hoeft ook niet. Als je het maar bent in de ogen van God. Snap je? Ik ga afronden hoor, maar ik heb er een hele mooie voor jullie. Uh, Stefan Molineu, dat is een Canadees. En die heeft uh, de grootste filosofie-show uh, op het internet. Hij heeft ongelooflijk veel abonnees en donateurs. En, uh, en hij is dan uh, niet gelovig. Alleen maar filosoof. En, uh, maar die komt er dan ook achter wat voor een ongelooflijke puinhoop het is. En laatst heeft hij gezegd... Daar had hij dus dingen ontdekt, zo ontzettend verdorven. En toen heeft hij gezegd op het internet: van nou, ik heb me altijd heel kritisch uitgelaten over mensen die Bijbelgelovend zijn, maar ik ga me nu afvragen of het geloven in de Bijbel eigenlijk niet het enige antwoord is en hoop geeft op een betere samenleving dan die puinhoop, die oneerlijkheid die we nu hebben. Stefan Molyneux, de zelfverklaarde atheïst op logische gronden, die trekt zijn woord in, dus. Denk er maar even over na. En God houdt van je. Als je zijn kind wil zijn. Anders heeft hij niks met je te maken. Snap je? Denk er even goed over na. En dan zeg ik op zijn hamburgers, terwijl jij er even over na blijft denken. Tjus. En dag, kinderen van God.